Het wordt van kwaad tot erger en Jan de arbeider heeft straks niks meer. De gehandicapten worden weer in hoekjes gepropt. Die mogen niet meer in de maatschappij deelnemen. Ouderen net dit, zo. En ouderen net zo. Ja, kijk maar wat er nu gebeurt. Ouderen. Dit is niet meer mijn land. De Hilversumse Sylvia en Mike voelen zich in de steek gelaten. Ze hadden de vader van Mike in huis genomen, waar ze financieel voor werden gecompenseerd. Toen bij hem beginnende dementie werd gediagnosticeerd, moest hij naar een verzorgingstehuis. Dit leverde financiële problemen op, maar de woningbouwvereniging, gemeente en urgentiecommissie werken niet mee aan een oplossing. Als iets van mantelzorg wordt steeds belangrijker. En wij hebben alles netjes volgens de regels gedaan. En we hadden ook kunnen zeggen van we nemen een sociale huurwoning en we halen onze vader er later bij. Daar hebben we dus niet voor gekozen. Van alles niks volgens het boekje gedaan. En ja, er zullen straks meer mensen zijn die meer mantelzorg moeten gaan leveren. Omdat ja, thuiszorg, noem maar op, alles wordt minder. Ik bedoel, mijn jongens zien nu inderdaad dit kan gebeuren als je je ouders in huis neemt. Ik denk dat die nog wel twee keer nadenken als wij zover zijn. Jan, bent u bang voor de toekomst? Stel, het gaat slechter met u in de toekomst. Dat uw zoons misschien niet meer hetzelfde voor jullie zouden willen doen? Als ik hun was en er verandert niks, dan wil ik zelfs dat ze niks doen. Ik wil niet dat mijn kinderen in de problemen gaan komen door een van ons of ons beiden in huis te gaan nemen. Als wij toen al geweten hadden dat hij dementerende was, hadden wij hem nooit in huis genomen. Dan had ik gewoon in zijn eigen woonplaats waar hij toen woonde, Ermelo, wat gezocht. Of gewoon hier bij ons in de buurt. Maar dan had ik hem nooit in huis genomen. Hij was gewoon prima in orde. De eerste periode ging het uitstekend. Hij bloeide helemaal op. Hij werd weer lekker vrolijk en dat ging allemaal goed. Hij had hier een postwijkje die liep voor zand en dat ging ook allemaal goed. Ja, tot het punt dat hij achteruit ging natuurlijk. Dus het ging gewoon goed. En hoe groot was de klap voor jullie toen jullie erachter kwamen dat hij aan het dementeren was? Oh jee, dat wil je niet weten. Dat wil je echt niet weten. Heel groot. Ze zegt dat de grond onder mijn voeten vandaan sloeg. Ik bedoel, ik heb al een keer natuurlijk mijn eigen vader verloren. En ik begrijp met mijn schoonvader. En ik vind het heel triest. Het ergste is dat je gewoon nu al in een rouwproces zit. En hoe is het voor jullie zelf? Ook is de situatie nogal veranderd toen hij het huis uitging. En is het financieel zwaarder geworden? Hoe komen jullie nu rond? Niet. Dat is heel makkelijk niet. Ja. En de kosten die wij echt hebben. En ik zou alles betalen wat ik... moet betalen aan vaste lasten en alles. En dan is het eten niet meegerekend. Kom ik 65 euro in de maand tekort. Wat verwachten jullie van de toekomst? Nou, je kan beter... verwachten doen we niks. Daar zijn we mee gestopt. Wij hopen. Dus het enige wat ik voor de toekomst wil... dat is gewoon een normaal huis. En dat we gewoon rust krijgen. Dat we gewoon weer ons leven op kunnen pakken. Wat we eigenlijk al een heel poosje kwijt zijn. Ja. En of deze woning, dat ze maar zeggen van oké, nou ja, die 3.500 euro, laten we er weer een sociale huurwoning van maken. En, want hun merken het toch niet. Dan zijn alle partijen eigenlijk tevreden en niemand hoeft eronder te lijden. Want ik neem aan dat ze van 3.500 euro minder niet failliet gaan. Als je een directeur hebt die 380.000 euro per jaar.